Goed, in deze oefening moeten we een integraal berekenen van een bepaalde functie. Van twee veranderlijken, van veranderlijke xy, over gebied D. En het gebied D is hier gespecificeerd, dus een gebied die gelegen is binnen een cirkel met als vergelijking x² plus y² is 16. Boven de parabool met als vergelijking y² is 4x plus 4. En rechts van de rechte y is min 3. Wortel 3x. En er wordt gevraagd om dat te doen door over te gaan naar poolcoördinaten. Dus nu is de vraag, als we willen overgaan naar poolcoördinaten, hoe moeten we dat juist doen? Als je wil overgaan naar poolcoördinaten, moet je eigenlijk drie zaken overzetten naar poolcoördinaten. Het eerste is die functie hier. De functie overzetten naar poolcoördinaten wil zeggen in die functie elke x vervangen door r cosinus theta en elke y vervangen door r sinus theta. Een tweede iets die omgezet moet worden naar poolcoördinaten is eigenlijk een infinitesimaal klein stukje. En als we gaan kijken, als je gewoon een x en y werkt en je gaat een stukje nemen, dus is x, dus y, met breedte delta x en breedte hoogte delta y, dan is dit stukje even groot onafhankelijk bij welke x of welke y we zitten. Als we in poolcoördinaten gaan kijken, is dat niet meer. Dus als je bij poolcoördinaten gaat kijken, en we gaan hier een stukje nemen delta r, en we gaan hier een hoek delta theta nemen, dan is de grootte van dit stukje, deze lengte is r keer delta theta. En afhankelijk van waar we juist zitten, is voor eenzelfde hoek delta theta dat oppervlaktestukje groter. Dat betekent dat we daar eigenlijk moeten voor gaan corrigeren. Dit betekent dat onze integraal zal worden de integraal over een gebied d, f van r cosinus theta, r sinus theta, r dr d theta. En die r, dit is eigenlijk die r waarmee dit allemaal schaadt. Goed, nu moeten we naar de grenzen gaan kijken hoe we de grenzen moeten vastleggen voor dit gebied. Hoe leggen we grenzen vast? Daarvoor moeten we naar het gebied gaan kijken en hier is een figuur getekend van dit gebied. Dus deze figuur heeft niets te maken met deze functie dat we moeten integreren. Die functie, dat is eigenlijk een derde dimensie. Dus we hebben x, y, en die functie is hier de derde dimensie, de hoogte boven dit gebied. Dus stel dat dit bijvoorbeeld een vlak is, dan is het een vlak hierboven, en dan gaan we de inhoud gaan berekenen met dit als grondvlak en als bovenvlak dat vlak. Als die f een andere functie is, wordt dit iets anders. Dus deze figuur heeft enkel te maken met dit gebied. Hoe kunnen we nu de grenzen gaan vastleggen? Als we in poolcoördinaten gaan kijken, gaan we eerst gaan kijken naar de hoek. Dus wat gaan we eigenlijk gaan doen? We leggen een lat en we gaan die lat gaan draaien en we gaan voor elke hoek gaan kijken, zit er voor deze hoek een stuk in het gebied waar we moeten over gaan integreren? Dit is hier niet het geval, niet in het geval, niet in het geval, tot als we hier aan dat punt B komen. Dus dit is eigenlijk de hoek waar we gaan moeten starten. Dikwijls is dat ofwel een snijpunt tussen twee krommen, ofwel een raaklijn aan een bepaalde kromme. Dus dat is eigenlijk de starthoek. En dan gaan we verder gaan draaien. En hier zien we dat we inderdaad stukken op die rechte stukken hebben die in het gebied zitten. Dus dit zal het gebied zijn voor die hoeken. En zo draaien we verder tot we uiteindelijk hier aan de hoek komen, hier aan het punt A. Dus de grenzen voor de hoeken zal gegeven worden door deze hoek. De hoek die hoort bij deze rechte theta 1 en de hoek die hoort bij deze rechte theta 2. Als we die grenzen moeten gaan berekenen, dan moeten we eerst eigenlijk hier gaan zien wat het punt B is. Punt B, dat is het snijpunt tussen de parabool en de cirkel. Laat ons dit eerst gaan berekenen. Dus wat is de cirkel? X kwadraat plus y kwadraat is 16. De parabool y kwadraat is 4x plus 4.
Daar moeten we het snijpunt gaan berekenen. We gaan dat doen door substitutie. Die y-kwadraat kunnen we vervangen hierdoor. Dan krijgen we x-kwadraat plus 4x plus 4 is 16. Dit is een vierkantsvergelijking, dus je zou kunnen die 16 naar het linkerlid brengen en verder gaan oplossen door discriminant en zo te gaan berekenen. Ik zie hier onmiddellijk dat dit een kwadraat is, een volkomen kwadraat, dus ik ga zo verder werken hier. Dus wat krijg ik? Ik krijg x plus 2 kwadraat is 16, of x plus 2 is plus of min 4. Dat zal twee oplossingen hebben en we zien hier dat dat snijpunt bij iets positief ligt voor x. Dus we gaan hier de positieve oplossing nemen, dat is 4 min 2, x is gelijk aan 2. De y die daarbij hoort, kunnen we hier berekenen. Y kwadraat is 4 keer x is 4 keer 2 is 8 plus 4 is 12. Of y is plus of min wortel 12. En we zitten hier met het positieve stuk, dus y is wortel 12. 12 is 4 maal 3, dus we kunnen dit ook schrijven als wortel 4 is 2 maal wortel 3. Als we nu moeten gaan zoeken welke hoek daarbij hoort, dan gaan we y gaan delen door x. Y gedeeld door x, dat is de tangens van die hoek theta 1. En dan krijgen we wortel 3 maal 2 gedeeld door 2 is wortel 3. Waardoor we vinden dat die hoek theta 1 gelijk is aan pi over 3. We gaan dat hierop aanduiden. Goed, dan gaan we de tweede hoek gaan berekenen. Theta 2. Theta 2, dat hoort bij die rechte y is min wortel 3. X, dat betekent dat y over x gelijk is aan min wortel 3. Dat betekent dat theta 2 gelijk is aan min pi over 3, dat is deze hoek, of die met 180 graden erbij, dus min pi over 3 plus 2 pi. Plus, ja, 180 is pi. Dat is 2 pi over 3. Dus nu hebben we al de grenzen voor de hoeken. Nu is het nog kwestie van de grenzen voor de straal te vinden. Daarvoor moeten we pijltjes gaan tekenen. Dus voor een bepaalde hoek gaat de straal van hier, van de parabool, tot aan de cirkel. Dus als je hier ook gaat kijken, die gaat van de parabool tot aan de cirkel. Dus wat moeten we hebben? We moeten eigenlijk de vergelijking van deze parabool hebben in de vorm r is gelijk aan en dan een functie van theta. Dus ik zal de f1 van theta noemen. En de cirkel ook in de vorm r is gelijk aan f2 van theta. Laat ons gaan kijken hoe dat we dat gaan vinden. We gaan hier kijken, x² plus y² is 16. Dat staat heel gemakkelijk over naar poolcoördinaten. Dat is r is gelijk aan 4. Dus dat is eigenlijk onafhankelijk van theta. Dus dat is deze functie gewoon r is gelijk aan 4. En dan voor de parabool moeten we hiervan vertrekken. We gaan daarvoor gewoon x vervangen door r cosinus theta, y vervangen door r sinus theta en oplossen naar r. Dus als we hier verder gaan, dan krijgen we y kwadraat, r kwadraat, sinus kwadraat theta, plus is gelijk aan 4 keer r cosinus theta plus 4. En we moeten dat oplossen naar r. Dat is, je hebt hier r kwadraat, r en een constante staan. Dat is een vierkantsvergelijking, waarbij dat die theta nu een parameter is. Dus laat ons alle coëfficiënten voor die vierkantsvergelijking voorop gaan plaatsen. Dan krijg ik sinus kwadraat theta maal r kwadraat, min 4 cosinus theta maal r, min 4 is gelijk aan 0. Dus we gaan die vierkantsvergelijking nu oplossen. Dat is discriminant berekenen met dit als coëfficiënten, die sinus kwadraat, die min 4 cosinus theta
en in mijn 4 en verder gaan oplossen. En als je uiteindelijk na wat rekenwerk bekom je dat r gelijk is aan 2 gedeeld door 1 min cosinus theta. Wat betekent dat nu voor onze integraal? Die integraal wordt dan voor een hoek theta gaande van deze hoek pi over 3 tot deze hoek 2 pi over 3 zal r gaan variëren van de parabool. De parabool heeft vergelijking 2 gedeeld door 1 min cosinus theta. Van aan de parabool tot aan de cirkel. En de cirkel hoort r gelijk aan, dus deze r gelijk aan 4. Deze r moeten we meenemen. R, de functie, f van r cosinus theta, r sinus theta, dr. En dit zullen we nu verder moeten gaan oplossen.